Straks gaat Mywin zich verstoppen en ik heb Quinn gebeld en we gaan Bumper uitlaten. Hij heeft niks in de gaten, dus we kunnen hem echt goed pakken. Hij is altijd heel blij, maar weet je wat de laatste tijd is? Hij wordt nu een beetje ouder, zeg maar. Bumper, kom eens. Knol power! Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. Mijn naam is Esa Knol. En dit is mijn telefoon. Je moet wakker worden. Je moet wakker worden. Je moet wakker worden. Oh, jeetje. Zo enthousiast is die intro altijd. Hoe kan het zo zijn dat je bed in de ochtend 100 keer lekkerder is dan in de avond? Oh, ik word soms wakker. En dan denk ik echt, oh, wat is het lekker. Dat heb ik dus nu ook. Dat denk jij bijna elke ochtend. Ja, waarom heb ik dat altijd? Oh, jij bent zo moeilijk wakker te krijgen in de ochtend. Tenzij we echt een afspraak of zo hebben, dan ga je er wel uit. Alleen als jij zoiets hebt van, oh, dat half uurtje langer of korter, maakt niet uit dan. Dan pak je wel een half uurtje langer. Zeker. Maar ik heb een ontbijtje voor je klaargemaakt. Zo lekker weer. Dus kom maar mee. Wow. Goed zo, lekker bezig. Yes, I did it. You did it. Lekker broodje. Oh, lekker. Eet smakelijk. Ja, dankjewel. Jij ook. Lekker. Ik heb even lekker opgefrist en gedoucht. En nu gaan we even lekker met het fietsje naar buiten. Het is ontzettend mooi weer. En dit is bizar, want ik ga nu gewoon weer mijn eigen knolpower jas pakken. Van de kapstok. En die ga ik aandoen. Mijn eigen jas! Yay! Nog steeds helemaal blij mee. Echt bizar. 23 november om 12 uur komt hij online. 23 november op een maandag om 12 uur. Hoppakee. Ben je er klaar voor? Ja, heb je wel je luchtje opgedaan? Nee, maar ik kom nog langs de badkamer daar. Zullen we dat even doen? Kijk, dan zet ik hier de fiets even neer. En dan pak ik hier even, hoppa. Kijk eens. Perfect, hoppakee. Top. Lekker. De telefoon, hè? Ja, die raak je altijd kwijt, hè? Die vergeet je ook altijd. Oké, let's go. We zijn even in een schoenenwinkel gedoken, omdat wij vandaag eindelijk het plan van het camouflagepak gaan uitvoeren. Want anders dan gaan de bladeren helemaal verrotten en dan hebben we niks meer aan het pak. Dus Mayon die gaat vandaag in het pak wat mensen laten schrikken. Ik ben heel erg benieuwd. We hebben in ieder geval nog even schoenen nodig, dachten wij. Maar dat zijn uiteindelijk waarschijnlijk slofjes geworden. Moet alleen nog even maat 38 zoeken voor Mayon. Want we hadden zoiets van, ja, schoenen kan wel, maar waarom geen sloffen? Het is vandaag ook super mooi weer. 38. Dit is 38, ja. Maar dit is wel geniaal, want dit is ook al gewoon camouflage. Ja, dan doen we gewoon zo boeien. Ja, dan hoeven we geen eens meer bladeren op te plakken. Want dat ga je toch niet zo snel zien, denk ik. Ben benieuwd of ze je passen. Perfect, of niet? Prima. Ja? Ja. Nou, nice. Nemen we deze mee. 13,99. Heb je meteen nieuwe sloffen? Ik denk dat je ook gewoon kan gebruiken thuis. Ik draag echt nooit sloffen. Nee? Ik heb dat nooit gedaan, hoor. Oh. Ik vind altijd blote voeten op sokken vind ik het lekkerst. Ja, wat ik altijd heb gedragen, dat zijn gewoon die hele gekke sloffen. Maar niet alleen omdat ik het lekker vond, maar ook omdat ik het gewoon leuk vond. Dus kijk, hier heb je bijvoorbeeld een soort van Finding Nemo sloffen. Maar deze zijn nog vrij rustig. Je hebt echt hele veel gekkere nog. Hier heb je klomp sloffen. Ja. Maar voor de rest draag ik nu ook nooit meer sloffen. Hier, deze heb je ook. Die tijgervoeten. Ja, het is wel lekker hoor. Misschien ook wel achter de computer dat je zo slofjes aan hebt onder je bureau. Lekker warm. Chocomel erbij. Ja, dus het kan wel fijn zijn. Nou, hebben we dit in ieder geval? Gaan we dit meenemen? Zoals denk ik wel de meeste van jullie weten, heb ik Knolpower kleding op Instagram. En we zijn nu hier in het park. En we gaan even een paar vette foto's maken van de nieuwe jas. Zodat we wat vette foto's hebben. En Marion die gaat er nu al meteen eentje maken terwijl ik aan het vloggen ben. Hey, pow! Hey! Mywin die had even een leuk idee. Weet je, ik laat gewoon alles laat ik in jouw handen. Jij mag gewoon compleet bepalen yes. Wat ik moet doen, waar ik moet staan, waar ik op de kop moet hangen, whatever. Wat yes. Jij wil, nice. Dat ga ik doen, oké? Oké, schommel. Serieus? Ja. Schommel! Nou, we hebben hier een schommel. Moet ik nog links of rechts? Nou, ze gaat al foto's maken, denk ik. Zo, dit heb ik lang niet gedaan, hè, schommelen. Oei! Ik wil home! Sorry, ik wil home! Wow!
Boy, yo. Zo, holy shit. Wow, dat is echt lang geleden dat ik zo op school heb gezeten. Oh, ja, ik had een schone broek aangedaan vanochtend. Nou, dit is weer helemaal top, hè? Het is weer helemaal, hier zit helemaal een scheur in. Zijn ze gelukt? Nee, want je moet eigenlijk niet bewegen. Hoe kan ik? Oh, ik moet gewoon stilzitten op de schommel. Kijk, het is wel leuk, want het is wel grappig. Alleen, alleen omdat er zoveel beweging is, tenzij je op sport of zo kan. Op sportstand, net als de auto. Dat hebben ze hoor, op een camera. Dan kun je zo... Ja, gewoon shutter, zo... Ja. Ja, ja, ik snap wat je bedoelt. Of shutter, ik weet geen eens hoe het heet, maar ik snap wat je bedoelt. Maar oké, ik ga even stilzitten, ja? Ik wil gewoon dat je zo smooth zo gaat zitten op die schoen. Wat je wilt, toen je zei het tegen de boom aan? Ja. Zeg maar, fotograaf. Glijbaan. Serieus? Dit meen je ook allemaal? Ja. Oei, joh, door die jas ga je echt heel hard. Ja? Ja, ik was helemaal blij. Oké, we hebben alles er wel op staan. Ik heb ook nog een paar foto's gemaakt van Myron. En dan gaan we nu even naar huis, gaan we het pak ophalen. Ja. En dan gaan we dat eens even uittesten. Ik ben benieuwd of mensen erin trappen. Of dat ze allemaal al de vlog hebben gezien en het een beetje aanvoelen komen. Ja. Het is in ieder geval prachtig weer, dus je hoeft nergens in het natte, vieze modder ding te liggen ofzo. Het is wel gewoon een chill weertje. We gaan het plannetje uitvoeren. Ik heb hier de camera die we gaan meenemen. En ik kom er net achter dat ik nog steeds het kaartje in de jas heb zitten, dus die zal ik er even uithalen. Stop dat ik mezelf niet prik en de paperclip. Het is geen paperclip. Hoe heet het dan? Speld. Oh, speld. Speldje. Myron die heeft mij net iets geleerd. Myron die heeft mij geleerd wat contaminatie betekent. Contaminatie. Contaminatie. Ja, dat is een beetje contaminatie. Zijn ja, dat is eigenlijk een woord van kom niet aan mijn nazi. Kom niet aan mijn nazi. Contaminatie. Nee, contaminatie. Dat is iets anders dan masturbatie en iets anders dan emancipatie. Ja. Contaminatie. Hoe zeg je dat nou? Contaminatie. Contaminatie. Dat betekent, stel voor ik zeg, ja, in de winter, laten we het hopen, weer witte sneeuw. Nee, dat is pleonasme. Oh. Ik heb hem 2 woorden geleerd. En hij is nu oké, je hebt het pleonasme. Ja. Dat betekent dat je iets dubbels zegt. Ja. Dus bijvoorbeeld van, ah, ik heb, ja, zomer is leuk, maar ik heb zin in de winter. Die kou en zo en de witte sneeuw. Nou, dat is pleonasme, want sneeuw is altijd wit. Ja, dus je hoeft die wit niet te bijzetten. Je hoeft wit niet te zeggen, dat is dubbel. Dus ja. Het is witte sneeuw. Nee, het is gewoon sneeuw. Of je zegt dat witte spul. Ja. Dan kan het ook iets anders zijn. Maar dat is pleonasme. En ja. Je hebt dan contaminatie. 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 En contaminatie, dat betekent, even denken, contaminatie. Oh ja, dat betekent dat je zegt, shit, wat betekent het ook weer? Zeg even, jij zit alleen maar te lachen. Wat is het ook weer? Nou, Enzo had een titel voor de video van eergisteren. En dat was de lang verwachte Q&A waar iedereen op zit te wachten. Maar ja, je hebt al gezegd dat het lang verwacht is, dus dan is het logisch dat iedereen op zit te wachten. Ja, dus dat is gewoon dubbel. Ja, dus dat klopt niet. Dus dat is contaminatie. Wow. Hey, je wordt ook een beetje slimmer als je de vlogs kijkt, blijkbaar. Oké, 2 nieuwe woorden geleerd. Episch. We gaan een spulletje pakken. Je bent er al klaar voor. Je hebt je beginnersoutfitje al aan. De sloffen, een legging en gewoon een hoodie. Ja. En dit wordt zo vet. Moet je dit horen? Zo'n ventilator. Is vet, hè? Maar dan ventilator, dat hij iets... zei ik, niet vet. Een ventilator, zei je toch? Je zei toch ventilator? Hey, Storm! Nee, kom! Storm! Ja, kom maar, Storm! Kom maar, Storm! Kom maar! Kom maar, Storm! Kom maar! Kom maar hier! Goed zo, daar gaat Storm mee! Nee, yay! Niet doen! Hey, we gaan Storm niet ontvoeren. Ga maar naar binnen. Doei, Storm! Ik heb de deur op. Ja, oh, echt waar? Ik ga daar even vragen aan de dames. Nou, laat maar weten hoe het geurtje is. Doei, doeg! Overbuurvrouw heeft het geurtje op.
Ik ook, hè. Ruik eens. Jeetje, ik had niet echt een keuze ook. Ruik eens. Wow, vet lekker. Ventilator. Ik heb Enzo net laten schrikken. Oh! Nu schrik ik. Oh, dank u wel. Wow, dit was karma. Dit was karma. Wow, yo, en ik stond de onderbuurman in de lift. Ik heb even net laten schrikken. Dit was echt prachtige karma. Oké, laten we het pak pakken. Hey, dat is ook leuk, pakken. Hè? Is dat contaminatie? Laten we het pak pakken? Nee, dat is iets heel anders. Dat slaan we nergens op. Auw, ze sloeg hem terug. Ja. Dat is logisch, dat is logisch. Tuurlijk, ver afslaan. Hier hebben we het pak. Hij is nog goed, hoor. Ja. Hij is echt, echt nog goed. Hij is wel hard, helemaal. Ja, maar dat maakt niet uit. Dit werkt gewoon. Dit gaat werken. Oké. Okay. 100%. Wat ligt achterin? Dat is alles, toch? Ja. Gewoon gaan met die handel. Gaan met de banaan. We gaan even plan bespreken. Straks gaat Marvin zich verstoppen. Ik heb zo net al eventjes voorbereiding gedaan. Ik heb Quinn gebeld. En we gaan Bumper uitlaten. Quinn, die vond het helemaal prima. Leuk idee. Hij heeft niks in de gaten. Dus we kunnen hem echt goed pakken. Jij gaat verstoppen. Maar als je verstopt bent. Hey, kenteken voor ons, KP. Ja. Zie ik nu pas, leuk. Stel voor jij bent verstopt. Ja. En wij komen er aanlopen. Wat ga je dan doen? Ga je helemaal in één keer uitbundig springen? Zo. Blaah! Gewoon keihard. Blaah! Met die tong ook zo. Blaah! Vulling dat je grappig bent, hè? Jeetje. Ja, dat ga ik doen. Ja? Dat ga ik wel doen, ja. In één keer gewoon moe. Wat ik ook net bij jou deed in de keuken. Oké, dan gaan jullie het zien. Ja, ik heb er zin in. Hij heeft het echt niet door, hè? Nee, hij heeft echt niks door. Dat is het echt het mooiste. Maar Enzo vroeg dus aan mij of ik ook gewoon vreemde mensen wil laten schrikken. Kijk, hier naast de weg trouwens, hè, dan kan je wel echt goed in die blaadjes liggen allemaal. Dus dan schrik je wel heel erg. Ja, dat kan wel. Maar ik weet niet. Op een of andere manier, mensen vinden het eigenlijk nooit leuk om, hoe zeg je dat eigenlijk, om geschrokken te laten worden. Om te schrikken. Mensen vinden het nooit leuk om te schrikken. Dus ik ben dan bang dat als ik iemand die ik niet ken laat schrikken, dat ik denk ik zo'n stoot krijg. Kijk, ik had het wel gedaan. Alleen dan wat rustiger. Maar goed, maakt niet uit. We zijn er al. We doen het echt bij bekenden. Hier zo is het plekje. Oh, echt? Hier erin? Ja, hier is het al. Dus als ik zo heel rustig hier zo ga rijden, niet te hard, want anders dan horen ze mijn autogeluid al. Dan ga ik hier de auto parkeren en dan gaan we ons even installeren. Oké, let's move out. Let's go, 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 go. Oké, hier heb je het pak. Wil je die nu al aandoen? Ja. Ja? Oké. Oké, dit is allemaal voorbereiding. Even mijn haar vast. Kijk uit. Ja, nu die andere. Perfect. Oké, pak de camera. Ja? Doe deze dicht. Oh, dit is zo geniaal. Hoor dat dan ook als je loopt. Je had niet gezegd dat hier heel veel mensen langs lopen. Ja, dat klopt. Het is ook een wandelroute. Dus je kan ook andere mensen laten schrikken, alsnog als je wil. Kijk, maar dit is al... Goed liggen. Ja, dit is al geniaal. Ja, en dan moet je ook wat blaadjes over me heen gooien. Ja, dat denk ik ook, ja. Om het extra, extra. Je ziet jou nu al bijna niet, hè? En dan ga ik hier zo liggen. Ja, dit is goed hoor. Dit is echt niet normaal. Dit ga je niet zien hoor. Je moet nog wel even blaadjes over me goed te doen. Ja, klopt. Oké, ga ik doen. Oké, we hebben een codewoord afgesproken. Want Maiwen die kan echt helemaal niks meer zien. Ik kan haar ook amper zien. Dus het codewoord is, als ik hier met Quinn en Bumper loop, dat ik zeg, Bumper, kom eens. En dan weet Maiwen, dan moet ik schrikken. Dit is vet. Dit gaat sowieso goed komen. 100% dat dit gaat goed komen. Moet je nou kijken, op de achtergrond, je ziet helemaal niks. Je ziet Maiwen helemaal niet. Dit is zo bizar. Als je hier zo loopt, dan kan je er echt niks uit opmaken dat Maiwen hier ligt, hoor. Maar hier nu nog steeds wat niet. Het is gewoon een hoopje bladeren. Oké, ik ga Quinn bellen, ga ik hem halen, ja? Ja. Tot zo. Ik heb namelijk met Quinn afgesproken dat ik hem bel als ik bij zijn huis ben. En dan komt hij meteen naar buiten met Bumper en dan gaan we een rondje lopen. Oké, ik ga hem nu bellen. Yo. Yo, ik heb net de auto geparkeerd. Sta voor je deur, man. Oké, ik moet er even nog één ding afmaken. Ik kom er bijna, ja? Oké, tot zo. Yo. Yo, dan maar even wachten op Quinn. Ik ben benieuwd. Hallo, Power. Hey. Bumper! Hey, Bumper!
Hallo! Hey jongen, alles goed? Hoor we nou piepen? Ja, hij krijgt gewoon grijze haren die bumper, wordt gewoon oud. Hey, hallo jongen. Hallo. Hallo, hallo. Yo, bro, alles goed? Ja, nice. We zijn er weer. Hey! Hey, gaan we een rondje lopen? Ja, hij weet altijd precies waar hij heen moet, hè? Ja, hij weet altijd de weg. Normaal moet hij eigenlijk naast lopen en nu gaat hij gewoon al naar voren. Ja. Maar als ik niet mee ga, dan gaat hij ook gewoon naar het bos en dan gaat hij weer terug en zo. Maar dat is wel grappig, want laatst toen was ons hek kapot. Ja. En normaal gaat dat hek zeg maar automatisch open en weer dicht. Maar ja, toen bleef hij altijd open staan. Ja. En dan letten we even niet op en dan ging Bumper gewoon zichzelf uitlaten. Echt? Dus dan ging hij gewoon even naar het bos en er was helemaal niemand met hem mee. En dan in één keer kwam hij later gewoon weer terug. Dan ging hij even een plasje doen of poepje doen, ja, en dan... Mooi. Dan dacht hij, ik ga lekker niet wachten. Maar super nice als je een hond hebt en je hebt naast je gewoon zo'n stukje bos. Kijk hem nou. Hij is altijd heel blij. Maar weet je wat de laatste tijd is? Hij wordt nu een beetje ouder, zeg maar. Ja. En normaal, kijk, honden die kunnen wel eens eigenwijs doen. Alleen Bumper die begint nu echt met eigenwijs doen. Eerst deed hij dat nooit, maar nu is hij echt eigenwijs aan het worden. Want dan, ja, normaal, vroeger moest ik altijd naar school en nu is dat natuurlijk net anders. Ja. Dan was ik tot 3 uur op school en dan ging hij pas in de middag uitgelaten worden. Ja. En dat was op zich prima, was hij aan gewend, dus dat was gewoon goed. En nu gaat hij altijd om 10:30 al. Dan is hij letterlijk net door mijn vader uitgelaten. Komt hij naar boven, helemaal naar mij toe, gaat hij bij me zitten. Echt? Zo'n beetje piepen, zo van, ik wil nu om 10:30. Bumper, kom eens. Bumper, kom eens. Hey. Oh, daarom rook hij de hele tijd daar. Zo, ik schrok echt. En ik heb hem zelf gemaakt. Shit, hoi. Daarom rook hij daar de hele tijd. Zo lang moeten wachten. Ja, het duurde heel lang. Weet je, ik was echt bang dat Bumper ging plassen op Myron. Ja. Nee. Echt niet. Ik was helemaal niet gewoon. Holy. Ik schrok wel een beetje. Ja, ik schrok heel erg. Wow, je hebt zelfs helemaal een lichtplek hier zo. Zo lang gelegen. Ja, sorry. Dat was mijn schuld. Hij was bezig met een thumbnail nog. Dus ik was even aan het wachten. Maar ik had het ook kunnen weten, want jullie zeiden gisteren nog. Ja, kom, ga morgen met die blaadjes doen. Ja. Maar echt geniaal, hoor. Zo, ik zag echt niks, hè. Bizar, hè? Bumper was daar wel de hele tijd aan het ruiken. Hij had jou wel door. Ik zag hem ook al een beetje zo langs me lopen. Ik dacht, oh, ik hoop niet dat hij op mij gaat staan of zo. Ja, ik had echt zoiets van, oh nee, als Bumper nu gaat plassen. Oh, nee, nee. Maar hij zat echt zo te ruiken, een beetje. Wat is dat, Bumper? Wat is dat? Ja. Nee. Zijn blaf is een beetje zachter geworden. En een beetje oud. Ja, hij hoort ook zo. Wat is er? Hoor je dat? Even inademen om klaar te maken voor de blaf. Ja. Kom eens, Bumper, kom eens. Ga zitten. Doe eens poot. Goed zo. Ja, er zijn best wel veel dingen al afgegaan. Ja, het hoeft maar 2 keer vandaag. We hebben nog een ander slachtoffer. En daar gaan we straks heen. En dat wordt echt geniaal ook. Maar dit was in ieder geval geslaagd. Bumper, kom eens. Hey, ga zitten. Ga zitten, blijf. Dus poot. Oh, dat kan je nog allemaal, hè. Dat kan je nog allemaal. Doei, jongen. Kom maar, ga je mee? Doei. Doei. Mission accomplished. Yes. Dat was de eerste slachtoffer. Had echt niks in de gaten. Echt supermooi. Echt, nou, Quinn die schrok niet echt uitbundig van wow, maar die schrok me van... Hij zei ook dat hij helemaal zo'n hart helemaal zo ging. Ja, dat hij echt zo'n hartklop had van oh ja. My god. Maar ik had het net ook met Quinn over dat het wel echt geniaal is om Bumper en Kitsch te laten ontmoeten met Malino. Ja. Dat is wel echt superleuk. Als jullie dat willen, dan laat even een duimpje omhoog achter. Dan kunnen we dat binnenkort wel doen. Echt super schattig. Oké, okay, we gaan even naar Milan. Ik krijg nu iets te horen van Milan. Ik had echt geen flauw idee, maar het is geniaal. Want Malino die gaat er heel erg voorzichtig mee om. En dat is een ei. Dus Milan die heeft hier een ei in zijn handen. En Malino die wordt helemaal gek, want die weet al gewoon wat dat is. Die vindt dat heel leuk. Hoe lang geef je dit hem nou dan? Ja, heel af en toe. Meer als een soort van niet vervanging van voedsel, maar meer gewoon een extra snack. Oké. Okay. In plaats van een brokje of zo, een keertje een ei. Als het aan hem geeft, doet hij heel voorzichtig. Kijk. Gaat hij meteen weg, hè? Ja, dan gaat hij daarheen. Maar dan... Ik hoop niet dat hij hem hier kapot maakt. Ja, want als hij het kapot bijt op dat kleedje, dan is het hele kleedje vies. Ga zitten. Dan doe ik hier. Zo. Doe maar. En dit eet hij helemaal op. En dat eet hij gewoon helemaal op. Dus vindt hij ook super lekker. Die schil is ook echt super goed voor de vacht van de mond. Ja, de bot ook. Botten en vacht. Ja, ja, ik vreet de schil ook. Super kalf. Kijk hem joh, hij is helemaal aan het genieten. Ja, ik vind het heel lekker. Maar hij bijt niet, hij likt alleen. Dus hij likt die schil soms denk ik kapot. Ja, serieus? Ja, dat is heel gek. Je hoort niet zo...
Ja, dat hoor je wel, maar door zijn tong. Jeetje, hij wordt helemaal lijp ook. Gek dat honden dat lekker vinden dan, ijsschil. Ja, ik weet het niet. Is natuur. Is natuur. Ik vind het wel altijd gezellig voor jou. Nou, dankjewel. Dan komt dat door. Gewoon? Gewoon gezellig. Je vindt het gezellig hier. Zeker, gewoon gezellig. Nou, fijn, dat is de bedoeling. Nou, biedt hij ook wel eens drinken aan? Nee, dat kun je gewoon zelf pakken, toch? Ja. Zal ik koffietje voor je maken, Maren? Ja, wij gaan even opnemen. Ja. Ja, is goed. Gaan we even opnemen. En dan nadat ze klaar zijn met opnemen, dan gaan we ons plannetje uitvoeren. Voor het leuk. Alsjeblieft. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, dit gaat leuk worden. Ja, dit wordt echt leuk. We hebben even een uurtje gewacht op Milan en Don. Die zijn nu klaar met opnemen. En het plan is als volgt. Als eerste gaan we natuurlijk weer het pak van Myron aandoen. Maar deze keer gaan we niemand laten schrikken. Wij gaan Milan, Don en Malino Myron laten zoeken. Ik moet wel zeggen dat nu je een beetje hebt bewogen in dit pak, dat het wel echt snel kapot gaat. Echt veel blaadjes af, hè? Er zijn heel veel blaadjes af. En je ziet op heel veel plekken nu lijm zitten. Ja, dus je moet gewoon heel veel bladeren over me heen leggen. Ja, dat is sowieso de bedoeling. Je bent er echt veel kwijtgeraakt. Ook al op de voorkant meer dan de achterkant. Ja, ik lig op mijn buik gelukkig. Oké, we gaan naar het bos toe. Het blijft er echt geniaal uitzien hoor. Oh, oh, oh. Ik kan ook meteen hier aan het begin gaan liggen. Ja, en dat als we je gevonden hebben, dat je dan daarna weer een stukje vooruit loopt en dan nog een keer. Dat kan. Ik vind het wel stoer en respect dat je het doet. Ik lag net met Quinn, lag gewoon een kwartier lang. Nee, ik heb het bijgehouden als 10 minuten. Maar dat is wel lang. Dat is wel lang. Want de grond is echt super koud. Ja. Maar ik denk dat dit begin inderdaad de goede is, want dit zijn wel precies de bladeren zoals jij er ook uitziet. Ja, dus ik denk letterlijk gewoon hier, in die opening. Maar dat verwachten ze nooit, dus dat is wel leuk. Daarom is het leuk, ja. Oké, is goed, ga maar liggen. Of als ze hier binnenkomen zijn ze extra alert en gaan ze meteen zeg maar al aan. Ik zou serieus gewoon hier gaan liggen, so fuck it, gewoon meteen doen. Oké, maar dan waar gaat de camera staan? Dat is ook wel een dingetje, want Milan die gaat de camera zien. Nee, maar die kan ik wel verstoppen, dat komt wel goed. Okay. Die verstop ik wel, ja? Komt goed, ik ga deze op een goede plek verstoppen straks. Ja, dat is wel een goeie, ja. Oh, ik ga zo lachen als Malino over Myron heen plast. Dan ga ik echt helemaal stuk. Ah, goed plekje hoor. Is top. Yo. Yo, Milan, jullie kunnen komen naar het bos. Yo, kom eraan. Oké, hij komt eraan. Ik ga nog een paar blaadjes eroverheen doen en dan is het klaar. Oké, dit is top. Dit zie je echt niet. Je ziet niet dat Myron hier ligt. Oké, nu maar wachten op Milan en Don. Yo. Yo, yo, yo. Hallo Malino. Hallo, hallo. Laat de zoektocht beginnen. Nou, het duurde even voordat ik bij je was. Want ik word altijd aangesproken van, oh, dit is een vond. Een beer. Ja, dat geloof ik. Dat is het eerste wat ze volgens mij zeggen over Malino. Is dat een beer? Ja, ja, klopt. Wat voor ras is dat? En dan zeg je van, ah, hij kan wel een beer aan. Maar het is geen beer. Nou, dat zeg ik dan niet. Oh. Dat is een weird flex. Oh. Nice hoor, dat groene bandje om zijn nek. Ja, dan raak ik hem niet kwijt. Nou, ik ben echt benieuwd of jullie Marmen gaan vinden of niet. Ik ben ook benieuwd, man. Ik heb net wel van mijn neus gesnoten. Dus, goed ruiken. Dan ruik je alleen de snor van je. Haha, leuk. Ik vind je snor wel vet, hoor. Ja, zie je? Kijk, hij kan het gewoon niet hebben, omdat hij een soort van hele vieze baard en zo. Ja, ik vind Milans baard keihard, alleen het heeft gewoon allemaal verschillende kleuren. Ja, je moet mooi. Gewoon in één kleur verven. Regenboogbaard. Dat maakt het mooi. Maar ik zou zeggen, kijk goed om jullie heen, hè. Ja. Is het ook de bedoeling dat ik af en toe gewoon even zo... Ja, dat mag je doen. Ik heb hier gewoon zo, dat is een zotte pet. Ik heb wel met Myron afgesproken dat als Malino dreigt te gaan plassen waar ze ligt of te poepen, dat ik wel even erin ga grijpen. Ja, maar dat gaan we dus niet doen. Dat is wel content. Ja, content. Van je hond, kont. Ja. Nou, ja, ik zou zeggen daar al. Zo snel al? Ja, dat zal wel kunnen. Iets van Miron wat we kunnen laten ruiken. Dat is een jacht. Ik heb wel een foto die ik kan laten zien. Vingerafdruk. Ja, wacht even. Malino. Malino, kijk. Kijk, hier zijn we naar op zoek. Kijk, die zoeken we. We zijn hier naar op zoek. Ja, ruik je dat? Goed zo. Oké, okay, ga maar zoeken. Doe maar. Oh, warm, warm. Miron is hier ergens. De buurvrouw liep langs en die zei, volgens mij is jouw broertje verderop daar een lijk aan het begraven. Ja, we kwamen haar tegen. Ja, dat zei ze. En toen zei ik van, nee hoor, ze leeft nog, ze leeft nog. Toen zei ik, zeg maar niks, want anders dan ben ik wel aan de beurt. Ik heb daarover gedroomd, hè, vanaf. Dat ik samen met mijn moeder, ik was een serie aan het kijken, hè.
En er was een serie, dan wordt er ook een lijk gevonden in een huis van een familie in Nederland. En dan moeten ze dat lijk verdoezelen, zeg maar. En dan gaat die moeder dat ook doen met de kinderen en zo. En daar had ik over gedroomd dat ik dat met mijn moeder ging doen. Heel weird. Oké, dat is heel weird, mijn moeder een soort van lijk aan het begraven. Ik dacht, wat de fuck? Ze zei, moeder, ja, moet de politie bellen? Zei ik, nee, hoeft niet. Ik ken deze plek uit duizend, hè? Ja, ik kan jullie wel vertellen, het is best wel lullig dat we gewoon haar voorbij lopen. Oh, zijn we er al voorbij gelopen? Dat is wel een beetje lullig, want anders dan doen wij gewoon dat hele rondje met Malino en dan... Ze ligt niet op het pad. Maar het zou wel grappig zijn dat als je buiten het pad om gaat rennen en gewoon over haar heen rent. Maar dit is bizar, wat een camouflage. Ja, het is echt een goed pak, hoor. Ja, dit vind ik leuk om te zien, hoor. Kijk ze kijken. Is het dat toch die ene die bij het begin aan is? Ja, ik kan jullie een tip geven. Jullie kijken wel de goede kant op. We hebben nog een hond. Oh ja. Oh ja, zo, die hond is wel groot, hè? Ja, die is heel groot, maar die luistert heel goed. Ik zie het wel in de linie, maar niet. Ik heb wel het gevoel dat ze daar ligt, alhoewel ik daar wat bulten zie. Ja. Dan kom ik even daar kijken. Hallo. Hey. Zo, dit is ook een grote hond, hoor. Jeetje. Nee, er schijnt er iemand te liggen onder de bladeren. Zo, die zijn lekker aan het spelen. Als de honden er even overheen springen, dan weten we genoeg. Maar het is wel moeilijker dan je denkt, hè? Ja, het is wel die bult, hè? Ja. Wat denken jullie? Dat de bult daar is. We zijn er gewoon voorbij gelopen. Oh ja, dat was wel een goeie geweest. Dit is heel leuk. Oh my god! Oh my god! Oh, je ziet het echt niet. Wat ziek, hè? Maar je ziet het echt niet. Wow, dat was perfecte timing. Wow. Oh, ik denk met mijn voedsel, ik denk, oh, misschien toch. Maar je ziet het echt niet, want het lijkt gewoon op een heuveltje. Ja. En je denkt van, maar omdat we liepen een stuk verder en toen zag ik alleen maar vlakke grond. Toen dacht ik, ja, het moet haast wel. Ja. Dat we naar een heuveltje moeten zoeken. Wow, wat ziek, hè? Sick pak ook. Ja, de voorkant is echt kapot, maar de achterkant is wel echt beter. Ja, die is heel veel. Ja, er is heel veel vanaf. Besef gewoon dat op het begin van de dag was hij helemaal vol. Ja. Dus je zag niks er doorheen. Ben je goed met sniper? Ja, want eerlijk, jullie zoet gewoon. Er was iemand nodig voor Call of Duty. Ja. Nou, ik weet niet wat jullie ervan vonden, maar ik vond het echt geniaal. Dus ik zou zeggen, doe even een blauw duimpje omhoog voor Myron, omdat ze gewoon al die tijd op de grond hier heeft gelegen. Dus, en daar zat de camera, die zagen jullie ook niet. Wow. Ja. Nee, die had ik ook niet gezien. Nee, die had ik ook niet gezien. Want Milan gaat die camera sowieso zien. Ze zijn er straal voorbij gelopen. Ik zei al, die camera gaan ze niet vinden. Die zet ik wel op een plek neer dat ze het niet zien. Maar goed, het is in ieder geval geslaagd. We vonden dit leuker dan laten schrikken. Ook al uiteindelijk hebben we alsnog Milan keihard laten schrikken. Don ook wel een beetje. Dus ik denk dat we twee vliegen in één klap hebben. Geniaal. Nou, we hebben hier het pak. Zoals jullie zien, heel veel bladeren zijn er al vanaf gegaan. Dus ik denk dat er niks anders op zit om hem gewoon... Hoppa! Gewoon in de vuilniscontainer te gooien. Dat was het avontuur. We zijn er echt knijterslang mee bezig geweest. Dat is niet normaal. Maar uiteindelijk heeft het wel hele leuke beelden opgeleverd. Dus ik ben blij met het eindresultaat. Oké, dames en heren. Dat was hem voor vandaag. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik zie jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Knol Power!